Dus ze maakt een pakketje open en zegt: ging nog steeds geen lampje branden. Heb ik dit besteld? I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve patatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Zero. Ik ben René. En ik ging er straks een pakketje ophalen. En ik heb mijn thermo-ondergoed binnen. Yes! Want er schijnt een hele koude winter aan te komen. En toen zei de verkoper, ja, want er ligt nog een pakketje. Ik zei, ja, is goed, geef maar mee. En dus ik kom thuis, koken, René die komt thuis. Zeg, oh, pakketje, ja, pakketje. En we hebben best wel het een en ander besteld de afgelopen tijd. Dus er stond op dress, dus er lag misschien een dress voor René zelf. Dus ze maakt een pakketje open en zegt: ging nog steeds geen lampje branden. Heb ik dit besteld? Ik vind het wel leuk, het is echt dan een cadeautje voor jezelf. Nee, dus overblinken. Zo, dat is beter. Kijk dan toch, het is toch weer te schattig. Hij is wel lang, dus ik denk dat voor als de baby wat... Voor als die 3 is. Als die ietsje ouder is. 3 maanden. Misschien wel iets meer, hè? Nee, maar het is wel heel leuk. Ja. Ik vind wel dat we leuke smaak hebben. We hebben prima smaak, schat. Ja. Ja, wij vinden dit leuk, hè? Met die hotels en zo. Nee, maar ik wist echt niet meer. En vaak bestellen we op dezelfde site, maar dan komen ze wel van andere winkels. Dus dan komen ze toch apart. Dat is het een beetje. Was dit ook pet? Of, Ik weet het niet. Oké, maar ik hou het even kort, want ik hoor iets knetteren in de pan, dus ik moet terug naar de pan. Maar ik heb dus gekookt en toen dacht ik van, laten we straks dan iets leuks gaan doen. Oh, wat dan? Ja, of, ja, je mag kiezen. Of naar, ik weet even niet hoe die films, hoe de titels heten, maar die met... Wil je meer Rhapsody? Ja? Ja. Of die andere, die... Four Wheels, zoiets. Dat Disney verhaal, dat nieuwe Disney verhaal. Nutcrackers. Ja, ja, de Nutcrackers met de Four Wheels. Zoiets. Dat is allebei leuk. Dilemma. Denk er maar even over na. Ja. Ik ga dit even wegstaan. Ja. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Zo te zien is het de reflectie geweest van die auto tegenover. Ja. Oh ja, gelukkig. Het zou echt wel wat zijn dat ze jou achteraan willen in. Ja. Want ja, daar valt ook zoveel te halen. Een ontzettend mooie deken met hondenharen. Een varkenshaasje die een beetje. Ah, oh, shit. Zet je al een heel goed idee. We gaan lekker naar de film. Want er zijn 2 leuke films uit die we allebei willen zien. Namelijk The Nutcracker of Bohemian Rhapsody. Ja. We willen ze allebei sowieso zien. Maar vandaag, omdat we gewoon een beetje in de mood zijn voor fantasy en kerst. Dan gaan we voor de Nutcracker. Ik ben ook heel benieuwd, want ik ken het verhaal niet echt. Ik ken wel van de notenkraker, de naam zeg maar wel wat, maar geen idee waar die over gaat. Ik heb ooit het ballet gezien in New York, de notenkraker voorstelling. En we waren en vrij laat, we hadden de slechtste plaats van het huis. En met als gevolg dat we dus eigenlijk... zo schuin zaten dat we een deel van het podium niet konden zien. En uiteindelijk, Mitch die. Het was eigenlijk Mitch een idee, omdat natuurlijk een vriendin van Mitch ballet heeft gestudeerd en is afgestudeerd. Dus die zei van ja, we kunnen niet hier naartoe gaan en niet naar het New Yorks ballet gaan. Dus we zijn uiteindelijk naar het New Yorks ballet gegaan, waar heel laat vandaag zijn kaartjes. We waren wel een $36 of zo. Dus kun je nagaan hoe duur
plaatsen zijn. En we zaten dus achter een pilaar. Maar, you were there. Maar I was there. En hetgeen wat ik heb gezien was wel vet. Was wel tof. Het is wel echt groots en mooi. Dus als je in New York bent, is het zeker aan te raden. Hallo, stel scherp. En scherp. So, we're back. Wat vond je ervan op mijn face? And I think I can never live without that look upon your face. Ja, ik vond het was vermakelijk. Ja, dat was leuk. Dat was mooi. Ja, ik vond hem leuk. Nou, poepie. Ik vond het wel leuk. Het was gewoon een leuk, ja. Gewoon een leuk, vermakelijke film. Nou ja, wat zeg ik anders? Ja, vond hem een beetje mooi. Nou, het greep me niet zo, zoals bijvoorbeeld Fantastic Beasts of zo. Weet je. Ik had iets spectaculairs verwacht. We zijn gewoon verwend. Misschien is dat het ook. Maar ik vond sommige stukjes gewoon een beetje cliché. En gewoon iets te. Ja, iets te makkelijk of zo, ik weet het niet. Het is altijd wel een soort fantastisch licht hier, hè? Ja, het wel liggen. Dus, nee, het was gewoon een film. Ik denk dat je zeker gewoon even moet kijken. Ik weet ook wel weer het verhaal van de Tracker en zo. Ja, precies. Maar dit was niet het authentieke verhaal van de Tracker. Het was wel een moderne versie. Dat is niet. Ik wist wel wat naar ja, maar. Je kan ook iets gewoon een nieuw jasje stoppen en het verhaal van jezelf houden. Dat is waar. Maar op zich, wat moet daar weer liggen? Dat is niet waar. Oké, het is gewoon moe. Oké. Okay. Jullie zijn buiten. Dat is goed. Dan geef je dat er iets met je aan de hand was. Dat je een mooie tas tegen, een mooie. Ja. Maar we zagen alweer gelijk allemaal films die we willen zien, namelijk sowieso Bohemian Rhapsody. Dat gaan we ja. Heb je de zulke nog? Ja. Mary Poppins, die komt opnieuw uit. Ook wel leuk om te kijken. En Wreck-It Ralph. Break It Ralph, die leek ons heel leuk. Want die heet nou? Break It Ralph. Break It Ralph. Goes to the internet. Dat was wel heel leuk. Waarom mag ik er niet op? Nou, omdat jij gewoon dichter bij mij moet staan. Omdat ik een beetje kramp heb in mijn arm. En de Grinch. De Grinch. Ook wel leuk. Ook wel geinig. Grinch. Hé! Nou, voor gezondheid denk ik. Hey. Dus we hebben weer genoeg films af te gaan, denk ik zo. Ja. Toch? Zeker weten. Dus als jullie erheen zijn geweest, laat even weten wat jullie ervan vonden. Ik ben wel benieuwd. Of als jullie zeggen van daar moeten jullie ook echt heen, dan willen we het ook graag weten natuurlijk, hè? Sowieso. Want die date nights, die moeten we goed doen. Oh, nou, we gaan even onderuit. Doei!